Ik heb altijd al van bloemen gehouden. Dat is vroeger, dat gaat echt terug naar mijn jeugd. Vroeger, wat ik me heel sterk herinner, is dat wij vaak, weet je, op zomeravonden, na het avondeten, dan zei, dat was vanuit mijn moeder, en die zei, kom, we gaan buiten gaan we wilde bloemen plukken. En dat betekende dus, dan gingen we echt in de auto. En dat was echt na het eten, dus dat was altijd wat later. En dat, ik was jong, dus normaal ging ik vaak na het eten ging naar bed. Maar op de zomeravond, was het vaak in de vakantie, mocht ik natuurlijk langer opblijven. Het was langer licht. En dan, dus dat was, als zij zei, ik ga, kom, zullen we bloemen gaan plukken buiten, wilde bloemen. Ja, dat was yeah. Dat was hetzelfde van gaan ijsje eten. Het mooie is als iemand bij mij komt, want ik ben het dus flower readings gaan noemen. Iemand komt bij mij binnen met de bloem. Ik vraag bewust van tevoren, neem een bloem mee. Ze mogen hier ook een bloem uit de tuin zoeken als die er staan. Daar gaat het niet om, maar ik doe dat om dat bewustzijn al te stimuleren van tevoren. Want de meeste mensen gaan in hun mind. Oh, wat is mijn lieve? Ik moet mijn lievelingsbloem. Ja, dat is een pioenroos. Maar ja, als het november is, dan ga je die pioenroos niet vinden. En die gaan al... Uiteindelijk, ik zeg, maar maakt niet uit. Je komt altijd wel met iets, weet je? Of mensen komen een heel boeket. Of met een hele struik. Of nee, ik lach me rot. Ja, echt waar. En dan ligt alles hier onder de aarde. Maar het maakt niet uit of ze komen met een takje om het te tricken. Dan denken ze, ja, dat mensen met die bloemen, we gaan eens even kijken. En dan komt er gewoon een hele leuke, hele grappige reading uit die gewoon wat klopt. En alles wat alleen datgene wat belicht moet worden op dat moment, dat wordt getoond. Want we evolueren allemaal, de meeste mensen. Dus ze zullen ook altijd met een andere bloem aankomen. Of ja, ik heb ook wel eens dat ze met mensen met dezelfde bloem aankomen. Maar het is wel heel specifiek hoe vaak, want ik kijk dus naar de bloem. Het verhaal erachter waar die vandaan komt. De blaadjes. En dat zegt, ja, dat zegt echt wat. Dat is heel mooi. Dus het werkt als een brug. Het is ook niet bedreigend. Hè? De meeste mensen houden van bloemen. Het is een esthetisch prachtig iets. Het heeft zo'n fragiele energie. En dat is ook de energie die ik oppik. Dat is de connectie die mensen met die bloem hebben. En zo maak ik de connectie met die mensen. En dat vind ik, ja, dat geeft mij heel veel vreugde en voldoening om mensen ook zo meer tot bloei te laten komen. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt.